Vandaag gaan we ons bezighouden met de ruimtelijke bouw van moleculen en van negatieve samengestelde ionen. En we kijken vandaag in het tweede deel naar mesomere grenstructuren. En mesomere grenstructuren, die maken we, dat zijn Lewis-structuren voor één deeltje, waarvan er meerdere dezelfde oplossing hebben. Dus je kan meerdere Lewis-structuren maken voor één en hetzelfde deeltje. Ja. Wat blijkt, hoe meer mesomere grenstructuren, hoe stabieler over het algemeen die negatieve samengestelde ionen. Ik heb er een voorbeeld, thiocyanaat, SCN-. Dat is dus een samengesteld negatief ion. En je ziet hier het stappenplan A tot en met D. Ja, ik ga eerst uitrekenen hoeveel valentie-elektronen mijn afzonderlijke deeltjes hebben. Dus 6 voor zwavel, 4 valentie-elektronen voor koolstof, 5 voor het stikstof. En die blauwe natuurlijk weer, voor mijn lading, 1-. Kom ik in totaal op 16 uit. Hoeveel hebben we er nodig om aan die octetregel te voldoen? Nou, ik heb hier 3 atomen, 3 keer 8 voor de octetregel is 24. Ik heb, reken ik uit bij C, 4 bindingen en 4 niet bindende elektronenparen. En dan zie je dat ik 2 manieren heb om dat thiocyanaat te tekenen. Ik kan die S dubbel gebonden aan die C en die C dubbel gebonden aan het stikstofatoom. Maar je ziet ook, ik kan die S enkel gebonden aan mijn koolstofatoom. En mijn koolstofatoom zie je hier drievoudig gebonden aan mijn stikstofatoom. En dat is interessant. En die twee situaties, die doen zich allebei voor. En het is een soort knipperlicht idee. Dat dit zijn de grensstructuren en je kan of het een of het andere aantreffen. En je ziet met pijltjes hier in het onderste grensstructuur, zie je wat er moet gebeuren om van deze naar die te gaan. Dus we krijgen een niet bindend elektronenpaar, die wordt bindend. En we krijgen een bindend elektronenpaar tussen de C en de N, die wordt niet bindend bij die stikstof. Je ziet hier weer de vierkante haken, mijn lading zie je daar rechtsbovenin staan. En het volgende filmpje, dat zal je zien dat die lading, die kunnen we aangeven in de grensstructuur, in de Lewis-structuur zelf. Ja, dat heet formele lading. Dat is eigenlijk veel interessanter om het op die manier te tekenen. Dan weten we waar die lading is. En zoals je weet trekken tegenovergestelde ladingen elkaar aan. En dan komen we dichter in de buurt van het verklaren van het deeltje, hoe die zich in een reactie gedraagt. Tot nu toe, grensstructuren, mesomere grensstructuren, of mesomere wordt het ook wel eens genoemd. Ja. Probeer het met bijvoorbeeld het carbonation, maar het volgende filmpje eerst formele lading. Ja. Plaats een comment als je het iets niet begrijpt. Of subscribe, in ieder geval heel veel succes.